Dag meneer. Ja. Heeft u al glasvezel? Ja, dat heb ik. Dus dat is hier aangelegd? Ja, vorig jaar is dat aangelegd. En hoe is dat gegaan? Er zijn eerst een paar werklui hier aan de gang geweest om de boel hier open te maken. Hebben ze ook weer netjes dichtgemaakt. Zag er keurig uit. En ook aangesloten later in de meterkast. En toen heb ik het later zelf op mijn computer moeten installeren. Zijn er problemen geweest met het overstappen of ging dat heel soepel? Ja, daar heb ik wel wat moeite mee gehad. De buurman had geen enkel probleem om over te stappen. Maar het is mijzelf niet gelukt, eerlijk gezegd. En dat had alles te maken dat ik heb een vaste computer en ik heb ook nog een tweetal laptops hier binnen. En ja, dat moet dan allemaal met elkaar praten via een draadloos internet. En dat maakte het ingewikkeld voor mij. Ja. Er is glasvezel aangelegd in maart, afgelopen jaar, maart 2009. En hoe is dat gegaan? Ja, helemaal goed. Had u hiervoor ook een pakket televisie, telefoon en internet? Ja, alleen bij allemaal verschillende aanbieders. Zijn er problemen geweest met het overstappen of ging dat heel soepel? Nee, dat ging heel soepel. Vanuit het initiatief is er heel veel voorlichting gegeven aan mensen ook. En er is altijd mensen op het hart gedrukt, zeg niets op voordat de vezel is aangesloten en echt werkende aansluiting is opgeleverd. Bij wie heeft u nu het abonnement? Ik heb nu het abonnement bij XMS. Bevalt het bij XMS? Ja, bevalt me enorm goed. Vooral hoge internetsnelheid. Dat is voor mij als diehard internetter en spelletjespeler. Is dat erg welkom. Het is ongeveer 10 keer zo snel geworden dan mijn vorige verbinding. Telefonie, ja, gebruik ik nog steeds niet veel. Maar zit er gewoon bij in het pakket. En als je, net als ik, alleen maar bereikbaar wil zijn, kost dat niets extra's. Dus dat is mooi. Nou, en televisie heb ik digitale televisie nu. Dus ik kan ook dingen terugkijken wanneer het mij uitkomt, omdat ik een drukke baan heb. Dus dat maakt het heel erg multifunctioneel voor mij. Wij hebben vorig jaar een glasvezel hier gekregen. Nou, ik vond dat natuurlijk heel interessant. Dus ja, wij hebben eigenlijk gekozen om mee te gaan doen. Heeft ze er ook nog hinder van ondervonden, van het aanleggen? Nee, eigenlijk niet. Het is allemaal heel netjes gegaan. Zijn er problemen geweest met het overstappen of ging het allemaal soepel? Nee, het was eigenlijk heel erg simpel. Het was gewoon stekketjes omzetten en het werkt allemaal. Dat is al, ik denk al 5 jaar geleden aangelegd. Dus we hebben het al best wel een tijdje glasvezel in Vathorst. Ik kan me ook niet meer herinneren dat het is aangelegd. Dus het is eigenlijk alleen maar goed gegaan. En dat we de factuur ook over de computer krijgen. En dat, dat bevalt heel goed. Dus van overstappen had u verder helemaal geen last? Nee, helemaal niks. Nee, het is allemaal heel soepel verlopen. Wat zijn de voordelen? Nou, dat alles in één is. Dus we hebben internet, televisie en computer, alles in één. En dat vind ik op zich wel heel fijn dat het allemaal op één factuur staat ook. De internetsnelheid, daar is mijn man ook heel blij mee. Want die kan dan heel fijn downloaden. Het is al aangelegd vanaf de nieuwbouw. Dus dat is in 2005 al geweest. De factuur wordt dus digitaal verstuurd via e-mail. En soms heb je dus een rekening van €60 en dan heb je weer een rekening van €70. Maar dat heeft puur te maken met je belgedrag. Maar het bevalt u verder allemaal wel? Ja, bevalt goed. Ja. Er is bij ons ongeveer een jaar geleden glasvezelnetwerk aangelegd. Hier in de hele straat trouwens. En ik denk ook dat de meeste mensen het hier in de straat hebben. Ik weet het niet precies, maar wat ik begrepen heb, want wij kregen ook nog een korting omdat er meer dan 60-70%, ik weet niet, deelnemers waren. En dan was het geloof ik gratis. Het aanleggen stelde niet zoveel voor. Dat werken ze vanaf de weg en schieten ze hem naar de woning toe en dan boren ze hem van de woning uit door naar binnen toe. En dan sluiten ze hem aan. Alleen het heeft wel wat voetjes in aarde voordat het allemaal zover is. Communicatie was niet super, vond ik. Maar goed, het is ook heel groot, heel omvangrijk allemaal. Dus daar kan ik me ook wel wat bij voorstellen. Ik heb nu een abonnement gekozen waarin ik geloof een tientje, maar ik dacht dat 9,95 was, maar dat maakt niet uit. Betaal voor gratis bellen, zeg maar, op de vaste nummers. En voor het mobiele bellen betaal ik dan wat extra, omdat het gewoon een duur verhaal is. Maar daar ben ik wel tevreden over. Ja, alles functioneert, dan is het goed toch? Ik had alles apart. Ik had telefoon van KPN. Ik had Planet Internet voor mijn internetaansluiting. Ik had Ziggo voor de televisie. Nou ja, dus zeg maar van alles wat, hè. Maar ik had een abonnement bij Planet en dat heb ik een klein beetje bij het been gehad eigenlijk. Maar dat heeft dus niks met glasvezel te maken. U bent er nu wel tevreden over? Ik ben sinds 11 maart officieel helemaal over op glasvezel. En ik ben er zeer tevreden over.